Vandaag gaan Samantha het proberen. Wauw. Hij doet het. Hey, die ga ik halen voor mij. Ik wil ook krullen. Meestal is echt een liedje. Oh. Jij echt, jongen. Ja. Hij gooit altijd alles om. Ik sta hier al een tijdje. We moeten door. Begrijp je? Het duurt te lang. Zoals mijn oren passen erin. Oh. Ga naar ideaal. Ideal. Ideal. Welkom alweer bij een nieuwe video van Alles of Niks. Vandaag gaan Samantha het proberen. Die krijgt straks van mij het pasje en dan mag zij gaan shoppen. Tot dat het bedrag op is. Als ze er overheen gaat, moet ze alle spullen terugbrengen. Komt ze eronder, mag ze het houden. Waar gaan we heen? Mediamarkt, denk ik. Mediamarkt? Daar heb je heel veel dingen dus. Lijkt me wel een video gesponsord door Mediamarkt. Zoveel naar de Mediamarkt, maar het mag wel. Het is ja, jouw dag. Ik weet het anders echt niet. Nou Samantha, we zijn in Utrecht. Yes. Waar gaan we heen? Ik ga toch eerst even naar de Bijenkorf kijken. Echt? Ja. Wat ik op het pasje heb staan is 5000 euro. Ik weet zeker dat ze er niet overheen gaat. En is ik weet de camera, dat ze onder de 1000 stopt. Dus we gaan het zien. Oh, ze heeft gewoon niks door, hè. 5000 euro. En jullie zullen wel denken, ja, waarom doe je alleen met je familie zoveel? Omdat ik weet dat mijn familie er toch niet overheen gaat. Omdat ze te voorzichtig zijn. Hoi, ik weet precies wat jij hebt gezien vorige keer toen we in Amsterdam bij de Bijenkorf waren. Nee, want zoveel geld staat er never nooit op. Dus dat ga ik niet halen. Ik weet niet, het kan... Het is totaal iets anders. Nou, jij hebt allemaal dingen gezegd wat jij wilt. Misschien heb je de prijs wel omhoog gegooid. Ja, ik denk dat deze goed is. Deze is toch top. Hier kan je het toch testen? Ja, nou, ga zitten, neemt u plaats. Wat mooi. Er zit een grill in, maar niet vragen hoe. Dus zo'n ding wil je. Wat kost zo'n ding? Heel veel. 100? 500. 500? Wauw. Hij doet het. Hey, die ga ik halen voor mij. Ik wil ook krullen. Ja, oké. Okay. Nou, wil je hem? Nee. Ja, we gaan nog even een demonstratie even kijken bij Katrijnen. Denk er maar over na. Mooie krul, ja. Hoor. Hey, let's go. Nou, het is niks geworden, hoor. Ze heeft helemaal niks gekocht. Ik kan nooit kiezen. Maar moeten we Hoge Katrijnen? Ja. Dan moeten we nu gaan lopen. Maar ze heeft niks gekocht. Oké, we zijn nu bij Hoge Katrijnen. Daar is een Dyson winkel. En daar gaan ze zo'n trilding, draaiding. Gaan ze demonstreren. Dus we gaan even kijken of jij of de krul kan dan wel nemen, krijgt. Hè? Ja. Wat kon je? 500? Ja. Vind je dat wel? Ja, dat weet ik niet. Jens was 500, toch? Dan ben je gelijk klaar. Misschien is het wel minder. We gaan het zien. Dyson was nog dicht, die gaat om 12 uur open. Dus we zijn nu in de markt, we worden niet gesponsord of zo. Ja, we zijn even aan het rondkijken, want hier hebben ze natuurlijk heel veel dingen. Maar jij zag een Polaroid. Ja, toen werd deze weer aangewezen, ook leuk. Wat kost dat in godsnaam? Ja, dat staat er niet bij, dus verder, hier staat hij ook. 150 euro. 150 euro? Ja. Jezus, hoe dan? Polaroid. Maar hoeveel denk je dat erop staat? Wat denk jij? Nou, omdat jij heel veel dingen voor jezelf roept, ja. Denk ik dat er meer op staat dan bij die anderen. Maar nee, ik durf het niet te zeggen. Ik zou kopen. Nee, maar je hoopt dat ik het haal. Ja, ik hoop voor jou dat je het haalt, anders moet je het terugbrengen. Ik wil wat voor mezelf halen, maar dan zie ik dit en ik heb er wel Milana graag. Dus je voor aan het sparen. Maar ik denk dat je wel heel veel credits krijgt bij de kinderen als jij iets haalt voor hun. Maar ik wil ook nog wel even kijken voor een koptelefoon. Meestal ook al een koptelefoon, wat is dat? Maar die heeft hem niet gehaald. Dat klopt. Hij ging safe. Meestal was echt een mietje. Hier liepen we toen ook gewoon 100 uur rond. Ik voel me echt zo'n baasje die achter het rondje aanloopt. En nu heb ik nog steeds gewoon die dingen met draadjes in mijn oren. Dat vind ik helemaal niks. Dat zijn kinderdingen dit. Wat deed jij? Deed je weer zo? Ik deed niet zo. Ik vond deze op zich ook wel mooi. Heel maar ja. Mooi. Maar jij hebt een Apple Watch. Ik vind het nu mooier en leuker dat je dan een complete set hebt. Ja, maar een Apple koptelefoon is 600 euro of zo. Ja, dat klopt. Ja, je hebt het nou een paar keer gezegd, dat staat er sowieso op. Misschien. Ja, ik kan niks zeggen. Oh. Jij echt, jongen. Ja. Hij gooit altijd alles om. Maar niks, dus wil je hier wat? Wil je nog een Polaroid? Wil je nog... Nee, die hebben ze niet. Ja, dat lagen ze wel... er wel. Ja, tuurlijk. Kun je toch 4 dagen? 4 dagen. 4 dagen. Ik sta hier al een tijdje, we moeten door. Begrijp je? Duurt te lang. Oh, oh, oh. Duurt te lang. Ik sta stil. Ik weet niet wat ik wil. Nee, dat snap ik. Jezus, daar sta je dan. Wil je groter of kleiner? Ja, dan weet ik dus niet wat ze wil. Groter is wel leuker, toch? Ik geef een pasje aan Samantha. En ik hoop dat het lukt. Nou, ik hoop het ook. 119,98 euro. Akkoord. Zit je al? Doe eens bij mij. Nee. Oh. Waarom moet ze hem nou weer testen? Wat zei je? Nee, niks. Oh, zo jammer weer. Koop dat ding en ga weg. Maar dat is dus als je met vrouwen gaat shoppen. Gewoon een hekel aan. Ik ben wel blij dat ze nu iets
waarschijnlijk gaat kiezen wat ze leuk vindt en ook gaat gebruiken. Wat ze nu heeft gekocht tot nu toe, is bij de markt een Polaroid. Niet eens voor dezelf, voor Milana. En 10x5 stickers, hoe heet dat? Polaroid frames. Dus ze heeft nog niks voor zichzelf gekocht. Dus ik ben benieuwd of ze deze neemt of laat liggen. En dan is het de vraag, stopt ze of gaat ze verder? Dus we gaan het zien. Nou bedankt, we doen het toch niet. En elke dag langskomen. Maar er bestaat wel een kans dat die teruggebracht moet worden, als ze over het budget heen komt. Deze moet ik hebben, Samantha. Ja, doe hier eens voor. Nee, dat is bloedheet. Kijk. Ja, mooi dichterbij, hoor. Dichterbij. Zo? Ja. Jezus, jeet. Net een film. Oh ja. Dan maar hopen dat hij doet, hè? Maar hopen we wel. Yes, hij deed het. Maar gefeliciteerd. Wat gaan we nu doen? Wil je door of zeg je stop? Twijfel. 700 zit je nu. Bijna 700. Nou, die kinderen hadden 750. Ja, Jens had 500, maar daar ben je al overheen. Mees had ook 750. En de kinderen ook 750. En ze hebben 700. Je kan nog iets kleins. Ik wil een koptelefoon eigenlijk hebben, maar ja, die is gelijk weer zo duur. Die Apple. Nou, we gaan even kijken. Jij zit die Apple door te douwen. Nou, ik doe dat niet met een Apple. Mama. Wat een drama. Oké. We gaan er sowieso even heen. We gaan er even heen. Nou, Apple winkel, let's go. Nou, Sam. Hoi. Wat kost deze dan? Weet ik niet. Maar dit is een pol. Ja. Oh, dat is wel fijn, hè? Gewoon je hele op, maar... Zelfs mijn oren passen erin. Het is 629 euro. Dan kom je op 1300 ongeveer. Wat denk je dat je het lukt? Ja, weet ik trouwens, niet. Je moet het zelf weten. Dat is jouw... mijn video, jouw challenge. Omdat jij deed dat het zo hebt lopen pushen, zou ik heel erg te twijfelen. Of je doet het expres. Nee, maar dat was voor dat. Ja, of je doet het expres. Nou, ik zeg niks. Je kan het niet aan mijn gezicht aflezen. Ik ga het gewoon proberen. Echt? En daarna stop ik wel gelijk. Denk je? Ik ga het gewoon proberen. Weet je zeker? Ja. Oh, er zijn er niet. Zie je? Helemaal. Ja. Piep. Maar je hebt er geen één? Nee. Oké, nou dan gaan we even verder. Ja, ja neem maar niet uit. Dan kunnen we online bestellen of niet. Of, ja. Ja. Oké. Helaas pindakaas. Is goed, dankjewel voor je tijd. Gaan we even kijken. Nee. Dankjewel. Hoi. Dankjewel. Oké, dames en heren. We waren net in een Apple winkel, alleen die Apple koptelefoon die is niet overal leverbaar. Overal uitverkocht. Wat we kunnen doen, we kunnen hem nu online gaan bestellen. Wat kost die ook alweer? Ik ga het zo laten zien. 6.500? Ja, volgens mij wel. Dus gaat dit via Apple, gaat ze hem bestellen en dan kijken of ze hem kan betalen. Kijk, hier staat 629 euro. Ga naar Ideaal. Ideal. Ja, moet even je pincode intikken. Afdracht, afronden. Afdracht? Of dat een woord. Ja, alles is geregeld. Kijken. Toverwoord is stop. Wil je doorgaan? Hoeveel heb ik nou opgemaakt? Je hebt nu 1300 euro opgemaakt. Ik ga het zo meteen exact eventjes bekijken. Wil je doorgaan? Ja, ik twijfel, want jij doet meestal geen hele ronde bedragen. Dus als het 1500 zou zijn, zal het eronder zitten. Ja, het kan nog. Je kan nog. Let's go. Gaan we nog door? Nee, ik stop. Zeker? Ja. Zeker weten? Ja. 100%? Ja, ik stop. Nou, bij deze stopt ze. Ja, je mag het nu wel zien. Jezus. Ja, jezus ja. Ja, dus ze heeft 70 cent opgemaakt. Aan de wc? Aan de wc, bij MD. Ik dacht mega dump. Maar ja, schoonmaakbedrijf mega dump. Ja, dat dacht ik echt. Mediamarkt 119,98. Dyson 579. En dan hebben we de Apple Store min 629. 1328 euro. Nou, ik had ruim heel veel nog over. Dus wat zij nog over heeft is 3671,32 cent. Nou lieverd, dankjewel. Nou, toch ben ik blij met deze spullen. Ja, leuk, gefeliciteerd. Ja, dank je. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. We gaan nu hier iemand ergens in Utrecht gaan even opzoeken die ook mee kan doen. Dus ik ga zo meteen een story doen om te kijken wie de nieuwe deelnemer is. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Wil je nog wat zeggen? Nee. Oh. Dag.